Ole Tobias, gefeliciteerd. Een 2-4 overwinning hier bij Topos, die uiteindelijk toch nog erg zwaar bevochten was. Ja, inderdaad. Na een goede eerste helft kom je slecht uit de kleedkamer. Zit je niet lekker in de wedstrijd in de tweede helft. Je komt niet echt in duels. Je durft niet meer te voetballen. Valt die 1-2. Ja, dan zie je toch een beetje onrust in de ploeg te komen. Dan valt die 2-2. Ja, dan moet je het karakter tonen om dan terug te kunnen vechten. Gelukkig hebben onze wisselspelers laten zien weer hoe belangrijk die kunnen zijn om een wedstrijd te kunnen beslissen in de tweede helft. Ik denk dat de eerste helft jou tevreden moet hebben kunnen stellen na de mindere prestaties de afgelopen week. Ja, nee, absoluut. We begonnen heel goed aan de eerste helft. Maak ook snel de 1-0. Zijn ook goed aan de bal, we komen in de duels. Gewoon een prima eerste helft eigenlijk. Je maakt ook nog de 2-0 terecht. En je hebt gewoon kansen om 3-0 te maken al voor rust. Ja, dan dood je de wedstrijd. Ja, die maak je dan niet. Ja, wat ik net zei, dan kom je minder uit de kleedkamer of gewoon slecht uit de kleedkamer. We gaan iets eerder achteruit lopen. We kunnen de bal niet vasthouden eigenlijk. En dan zo loop je achter de feiten aan. Krijg je wel kansen om een derde te maken. Die maak je dan niet, maar met name met standaard situaties. En dan wordt het 2-2. En wat ik net zei, ja, dan moet je karakter tonen om dat om te kunnen buiken. En dat hebben we wel getoond, ja. Heeft het jou verbaasd dat na die aansluitingstreffer dat je ploeg eigenlijk een stukje terugviel en wat onrustiger oogde? Nee, eigenlijk niet. Ik had verwacht dat we weer zouden oppakken en dat we weer gewoon dominant aan de bal konden worden. We wonnen onze duels niet, we wonnen de tweede ballen niet. En we liepen achteruit met de druk zetten in plaats van vooruit. Dan zie je dat als je dat doet, ja, dan kom je in de problemen. Maar we waren ook zelf ook slordig aan de bal. Als we dan die bal hadden, we konden die vrije man niet meer vinden. Maar uiteindelijk kreeg je toch veel kansen om een derde te maken. En dat deden we dan pas in de eindfase en helaas niet eerder. Zwaar bevochten of niet, 3 punten zijn 3 punten. Nee, zeker. Daar gaat het om. Vorige week zwaar teleurstelling. Ja, dan mag je heel erg teleurgesteld zijn. En dat zei ik ook tegen de spelers na de wedstrijd. Van ja, kom op man, we hebben gewonnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ik snap dat de tweede helft niet mooi was. Maar het gaat om winnen. Ja, en dat hebben we vandaag gedaan. En daardoor doe je ook volledig mee bovenin weer. Dankjewel, geniet ervan.